Banjo Town. Hallo lieve mensen van Banjo Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Magische Internet Avonturen. Rick's Avonturen. Aangezien ik totaal geen inspiratie meer heb voor Rick's Magische Internet Avonturen, doen wij vandaag Accunator. Dit is nog nooit op YouTube gedaan. Dat is dus niet waar. Iedereen op YouTube doet fucking Accunator. Ik wil wel even opnoemen dat ik een van de fucking eerste was met Rick's Magische Internetavonturen. Heel lang geleden. Nog voor Accunator zo'n ding was dat iedereen deed. Ik ben een hipster. Ik weet het. Ik ben vandaag van plan de hele Banjo Town crew te gaan vinden op Accunator. Laten we gewoon lekker beginnen bij Bardo. Dat zou de makkelijkste moeten zijn, denk ik. Mijn leeftijd is 20 Accunator, voor als het je interesseert. Vraag 1. Is jouw personage van het vrouwelijke geslacht? Nee. Is je personage afkomstig uit Nederland? Ja. Is je personage een Nederlandse YouTube gamer? Hij is geen YouTube gamer. Hij is wel een YouTuber. Ouder dan 30 jaar? Dacht het niet hoor. Is hij bekend? Nou ja, is Bardo bekend? He? Ja, vooruit dan maar. Is je personage bekend door sport? Nee. Alles behalve dat. Treedt je personage op een podium? Nee. Is het een YouTuber? Ja. Heeft hij een vriendin? Nee, dames. Bardo is nog hartstikke single. Pak je kansen. Speelt je personage de piano? Ja. Ik ben toevallig laatst bij Bardo thuis geweest. En hij is aan het piano spelen. Nou ja, het is een keyboard. Maar dan kun je ook op de piano spelen. Is je personage verliefd op jou? Waarschijnlijk niet. Heeft hij meer dan 1 miljoen fans? Nee. Is je personage homoseksueel? Waarschijnlijk wel. Haha. Rekt. Heeft het personage veel gameplay series op YouTube? Nee, niet veel. Woont je personage in Oman? Nee. Is de moeder van je personage nog in leven? Ja. Is je personage ouder dan 20? Ja. Ik denk aan Rutger Fink. Rutger heeft niet eens een cool plaatje. Dat komt natuurlijk door het homoseksuele. Nee, Rutger, het gaat om Bardo. Nee. Ik kan niet voor de grap moeten zeggen dat Bardo waarschijnlijk gay is. Is hij bekend van YouTube? Ja. Is je personage een meisje? Nee. Maakt je personage zelf muziek? Nou, ik zet hem op, weet ik niet. Is je personage blond? Nee. Komt je personage uit Brabant? Nee. Komt je personage uit Nederland? Ja. Is die een zanger of zangeres? Nou, ik kan Bardo geen zanger noemen, nee. Is je personage een duo? Nee. Houdt je personage van bier? Bardo is niet zo'n bierliefhebber volgens mij. Hij drinkt meer Red Bull. Is je personage een mens? Soort van. Heeft je personage Marokkaanse origines? Nee. Is je personage solo zanger? Nee. Is je personage bekend van YouTube voor de derde keer? Ja. Verdient je personage veel geld? Mwaa, waarschijnlijk niet. Heeft je personage iets te maken met League of Legends? Hij heeft wel een beetje gespeeld, maar dat weet Accunator toch niet, joh. Nee. Behoort je personage tot een jongensgroep? Nee. Oh, wacht, jawel! Is hij dik? Sorry, het moet, anders kom ik niet bij je, Bardo. Heeft jouw karakter ooit een banaan gegeten? Ik hoop het. Heeft je personage verband met de kleur rood? Nee. Rijdt je personage op een motor? Nee. Speelt je personage in Minecraft? Ja. Heeft je personage een rol gespeeld als lid van de maffia? Denk het niet. Is je personage Frans? No. Woont je personage in de Verenigde Staten? No. Aanbiedt je personage kippen? No. Ik denk aan Bardo Allen's YouTuber. We hebben gewonnen. Woe. Oké, dat is 1. We gaan nu doen Thomas. De ene grootste YouTuber in Banjo Town. Misschien zelfs groter dan... We gaan nu door naar de tweede Banjo Towner. Dat is Thomas. Is het een YouTuber? Ja. Heeft hij een vriendin? Ja. Heeft je personage een oudere broer? Weet ik niet. Woont je personage in Nederland? Ja. Doet je personage in The Kingdom? Ja. Hij is een god in The Kingdom. Zit hij bij The Kingdom Entropia? Nee. Nee. Zodra je over The Kingdom begint, hij laat het niet meer los hoor, die Accunator. Speelt de character in The Kingdom? Ja. Nee, niet Kingdom Boar. Werk je met je personage? Ja. Is hij van Yennava? Nee. Speelt hij of zij in de band We The Kings? Nee. Zit je personage bij Tixa? Nee. Is je personage slecht? Waarschijnlijk wel. Is je personage een godin uit The Kingdom? Ja. Rookt je personage? Nee. Speelt je personage gewoonlijk in de jungle? Gewoonlijk in de jungle? Gewoonlijk in de... Nee. Is je personage een leider? Speelt je Kingdom in The Kingdom Elementos? Ja, denk ik. Is je personage een meisje? Nee. Is je personage Frans? Nee. Heeft je personage veel tatoeages? Ja, sowieso. Is hij dik? Nee. Is je personage een goblin? Nou ja, zijn gezicht en zo.
Gebruikt iemand in de omgeving van je personage magische kracht? Denk het niet? Ik denk aan Vincent van de Dutch Storms. Nou, think again, sukkel. Nee. Volgende, ja. Hou alsjeblieft je bek over de Kingdom. Moet gezegd worden. Ja, hij komt voor in de Kingdom-serie. Is hij een Surinamer? Nee. Is hij in de Kingdom Entropia? Nee. Heeft je personage ooit een meisje gekust op televisie? Nee. Komt je personage voor in het spel RuneScape? Ik hoop het. Nee. Is je personage in de Kingdom Elementals? Ja. Is je personage bekend met gitaarspelen? Nee. Heeft je personage veel tattoos? Nee. Kan je personage op televisie gezien worden? Ja. Is je personage altijd in het zwart gekleed? Nee. Aanbidt je personage kippen? Nee. Maakt jouw personage praat sketch praat filmpjes? Ja. Speelt je personage Minecraft Hunger Games? Nee. Ik denk aan Thomas Smagen. Oké, dat is 2 van de 3. Dat is hartstikke goed, Akinator. Oké, dan gaan we gewoon nog een keer spelen. We gaan nu doen... Mezelf. Is je personage bekend van YouTube? Zeer. Is je personage een bekende broer? Nee. Heeft je personage een gamekanaal? Ja. Speelt je personage in The Kingdom? Ik heb een hele kleine rol gehad, maar dan breng ik hem alleen maar in de bar. Ik heb 2 zinnen ingesproken. Nee. Want je personage in Nederland? Ja. Is je personage blond? Nee. Is je personage gerelateerd aan alcohol? Altijd dronken deze jongen, waarschijnlijk wel. Heeft je personage wel eens een video gehad op dagelijks HD? Ik heb wel meegedaan aan een video op dagelijks HD, maar ik tel hem niet mee. Is je personage wit? Boah, ik vind mezelf wel een witte jongen. Heeft je personage krullen? Een heel klein beetje. Waarschijnlijk wel. Is je personage lang haar? Nee. Speelt je personage Minecraft? Yes. Is je personage ouder dan 20? Ik ben 20. Wat moet ik hiermee? Ja. Is uw personage aan het afvallen? Ja. Hoe weet hij dat? Ben je verbonden met je personage? Ja, ik ben het. Is hij dik? Nee. Heeft je personage een baard? Was het maar zo. Is je personage geleend met water? Ik drink wel eens water. Is hij Minecraft mapmaker? Ja. Komt je personage voor in de band Raccoon? Nee. Leeft een moedervee-personage nog? Ja. Is je persoon een League of Legends Diamond speler? Nee. Is je personage bekend door Minecraft? Wow, zo zou ik het niet willen noemen. Nee. Heeft je personage iets te maken met schietspelletjes? Ja. Is je personage verliefd op iemand? Ja. Ferrico, no way. No way. Oké. Heeft je personage overgewicht? Nee. Heeft je personage lange oren? Heb ik lange oren? Weet ik niet. Heeft hij in de gevangenis gezeten? Nee. Is je personage een brunette? Een klein beetje? Waarschijnlijk wel. Heeft je personage 2 honden? Nee, ik heb er 1. Is je personage gelinkt met een GTA-titel? Ja. Is je karakter in The Kingdom? Nee. Is je karakter een student? Ja. Is je personage Frans? Nee. Heeft je persoon krullend haar? Waarschijnlijk wel. Is je personage getrouwd? Nee. Heeft je personage een solo-carrière gehad? Nee. Komt je personage van het bedrijf Mojang? Nee. Is je personage een halfgod? Ja. Ja, wel redelijk. Nee. Speelt het personage Minecraft? Waarom vraag je dat 10 keer? Heeft de naam van je personage's YouTube-kanaal te maken met een dier? Ja. Is de vader een bekende YouTuber? Nee. Nee, niet echt. Heeft je karakter een kuif? Nee. Is je karakter jonger dan 20 jaar? Nee. Is je personage nog op school? Ja. Is je personage ooit in het buitenland geweest? Ja. Is je personage tussen de 20 en 25 jaar oud? Ja. Heeft je karakter ooit Akinator gespeeld? Ja. Komt hij voor in de Kingdom serie? Nee, je was zo dichtbij met dat dier. Nee, je bent niet getrouwd geweest. Ik denk aan Rick Broert, Nederlandse YouTuber Serpent Gameplay. Nog steeds deze kutfoto. 2, 3 jaar na dato. Nog steeds deze kutfoto. Een van de joch heeft dus ooit bij extra informatie deze foto ingevuld. Hij staat er nog steeds. Ik bloed dood hier. Het is wel goed. Yay, alweer geraden. Ik hou van om met jou te spelen. We doen er nog eentje. We gaan nu Jury Moyman doen. Heeft hij een gamekanaal? Ja. Heeft je personage een bekende broer? Nee. Speelt je karakter in The Kingdom? Nee. Woont je personage in Nederland? Ja. Is je personage blond? Nee. Heeft je personage wel eens een video gehad op Daagse HD? Nee. Is je personage wit? Ja. Is je personage Libanees? Nee. Is je personage krullen? Nee. Heeft hij een vriendin? Nee, dames, hij is nog single. Komt die personage uit een tv-serie? Nee. Personage in zwaargewicht? Nee. Ik denk aan Quinn. Minecraft Noob HD. Nooit van gehoord. Doei, Minecraft Noob HD. Ik denk aan Vincent. So close, but no cigar. We zitten in de buurt, dames en heren. Heeft je personage zwart haar? Ja, een beetje. Waarschijnlijk wel. Leeft je personage met zijn moeder? Ja. Ik denk aan Jordi. Ja. Poep! We doen dit wel meteen als laatste. Ik heb zowel Vincent als Jordi zijn al voorbij gekomen. Ja? Ja? DJ Kingel 3? Nee, man. Jury Moyman. Maar dan verkeerd gespeld. Hij staat in de lijst.
Ik heb gewonnen! Dankjewel, Yuri. Ja, Yuri staat toch een beetje bekend als de minst bekende gozer van Banjo Town. Dus dan is het toch tof dat Akinator je niet kan vinden. Sorry Yuri, je bent dus aan het bekend dat Akinator geen idee heeft wie je bent. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's Magische Internetavonturen. Volgende week maandag is er een nieuwe Rick's Avonturen waar ik ongemakkelijke interviews doe bij de fanmeeting in Amsterdam. Doe eventjes een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En kijk misschien meer Banjo Town video's als je daar zin in hebt. Dankjewel voor het kijken, doei!